Maar ja, ik moest bij de harmonie dus. Dus ja, goed nagedacht op een gegeven moment. Ik denk, nou, trompet. Ik ga trompet spelen. Dat blinkt, dat klinkt ja, wel mooi. Dan kan ik nog eventueel in een bandje spelen. En als ik BA moet spelen, kan ik het aan een ketting hangen. Dus ik naar die man toe die de instrumenten beheerde en die open. Hé, hey Marlon, wat kon je doen? Ik zei, kom bij de harmonie. Oh, dat is mooi, zegt hij. En welk instrument wilde bespelen? En toen zei ik dus trompet. En toen gaf hij mij een antwoord waarop ik wist van, nou, Ale Rikstel die heeft gewoon het beste met me voor. Het beste. Ik zeg, ja, trompet. Nee, zo slim was hij niet. Trompet, jongen. Nee, dat gun je met die lippen. Ja, jullie lacht. Ik was opgelucht. Ja, voor hetzelfde geld zeggen we hier, een trompet, let op, dit wordt leuk. Gaat hij daar net zo'n herrie maken als die Louis en Miles... Nee, dat moeten we niet hebben hier in Halen. Dus ik heb 9 jaar met plezier klarinet gespeeld. Ja, dus als er iemand nog een feestje heeft en denkt van nou, de stemming zit er nog niet echt in. Ja, klarinet. Nee, dus ik was dus op naam Curaçao en onbewust ga dan toch kijken. Van, ja, ik ben hier geboren, ze hebben me geadopteerd, dus misschien loopt hier nog wel mijn vader of mijn moeder rond. Nou, het was geen helm onder, dat weet ik zeker. Maar je gaat dan toch kijken. En op een gegeven moment ging ik zelfs fantaseren van, ja, hoe zou dat nou zijn om dat bij mijn vader, en na bijna 40 jaar, gewoon een keer... ja, niet gehoord of wel. Ja, aan de deur te staan, wat moet ik dan zeggen? Wat zou hij dan zeggen? Hé hey Marlon, waar was je al die tijd? Ale Rikstel. Wat? Ale Rikstel Centrum. Nee. Maar het ging nou goed, ik woon nou in West. Waar was je nou al die tijd? Ik maar wachten. Ik heb zo lang op je gewacht. Ik ben lui, maar jij? Zo lang? Dit is geen uur. Dit is geen 2 uur te laat. Dit zijn 40 jaar. Lang! Wat doe je nou? En wat moet ik dan zeggen? Ja, ik heb heel wat moeite gedaan om hier in de buurt te kunnen parkeren. Maar uiteindelijk ben ik voor een videotheek terechtgekomen. Die hebben jullie hier nog. Wauw! Voor een echte videotheek. Ja, zeg. Ik was met die jongens, waar is dit? Ja, dit is een videotheek. En die man kwam naar buiten, want die zag de camera. Nou, wat komen jullie hier doen? Ja, filmen. Kom daar, ik film hier. Wat zeg je? Ja, je hebt toch dat ding om, dus je moet dat ding helemaal niet vasthouden. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben niet tevreden over de kleur. Niet? Nee, zie je? Ja. Ben toch een Brabo van binnen, man? Ik had zo gezegd een huidskleurige. Godverdomme. Ik kon hem met dit aanzetten. Dat is toch grappig. Ja. Hey gast, ik vond het geweldig om jou hier te hebben. En 24 mei, dan is het zover, hè? Ja. Ja, ik weet niet of er dan zoveel mensen willen komen. Komen jullie nou allemaal weer? Ze hebben er geen zin meer in. Nee. Dus ik zou zeggen een hele fijne avond nog. Ja, dankjewel voor jouw komst. Hè. Graag gedaan. Okay. Tot ziens. Goed, hè.